In de Optochhal in Zittert wordt al maanden hel gewerkt aan de praalwagens voor de grote optocht op zondag 19 februari. Veer van Streek Omroep start zijn de Albi en gaan eens kijken wie het er aan toe gaat. Je zit hier zo heel druk aan het werk. Wat gaat het werken? Dit zijn het vormen van de peut van de papegaai. De smotten van de wagen is hier zit je de kop van de papegaai. En daar zit je op een oog zit je ene klauw zitten. We moeten we sfeer maken hoe sterk voor het zit is plat. En daar ben je heurt in een papegaai. En daarachter een gewichtsheffer dat wat uitbeeld dat er zich sterk maakt. Daarachter zit heen boven daar, daar heb je nog een tekening liggen. Daar heb je het beter op staan. Ja, dat zijn de klauwen van de papegaai, we noemen het weer. Dat regen ook de papegaai in de moel. Dat is allemaal het kenmerk van Zittert, dat wat in ieder geval het Zittisch dialect blijdje rondbrengt met de vastelovend. Dat ik zei dat de gewichtsheffer in, dat wat zich ook sterk maakt voor het Zittisch kal plat. En hij had ook achterop een tatoeage op zijn kletskop. Dat zijn allemaal lettertjes, iPads om zich heen worden tegenwoordig opgeheten. Heen boven, hij zit achterop als leraar van het Zittisch dialect. En hij had achter een groot Zittisch woordenboek, waar eigenlijk grote blaaieren kunnen klappen, hoe iedereen eigenlijk goed kunt leren. Dat is eigenlijk ons motto en wat ik nu aan het maken is in de veut van de papegaaien. En je bouwt elk jaar met? Verboeien ieder jaar met, ja. Maar wat geeft echt dan die mout om je toch ieder jaar mooi aan te boeien? Gek zijn een beetje. Het enig? Zodinders, ja. Zo de pap erin, nee, erin gehouden. Maar wel op een fatsoenlijke manier metgegeven, ja. En we zitten met allemaal van die gekken en we zijn vanaf let december beginnen we. Tot aan, nu is het een kort seizoen. Vorig jaar waren een lang seizoen. Maar begin januari begint de koorts en dan zijn we hier. Dit jaar zijn er een aantal nieuwe experimenten binnen de optocht. Kan je ons daar het meer over vertellen? Ja, Ger, Justin. We hebben dit jaar dus een wagenshow over Doorn op de Riksweg Noord. En wat hield die wagenshow precies in? Die wagenshow hield in dat voor de grote wagens, wie ze in de hal wie ze geboeid waren, dat we die dus allemaal achter elkaar gaan zetten op de Riksweg Noord. Willen we die tentoonstellen als het ware, ruim voordat de optocht begint op de Vastelavondzondag. Zodat alle lui die naar de optocht komen kijken, zich die wagens van tevoren al eens goed kennen gewoon bekijken, zal ik maar zeggen. Ze zullen dan vol in werking zijn, zullen bewegen, muziek maken, de groepen staan erbij. Er is een behoefte daarin, ook uit de wagenboers voortgekomen, dat die gevraagd hebben van nou, we zouden eigenlijk hier een moment willen hebben dat voor de wagens ook eens kunnen tentoonstellen. De prinswagen, daar werd die ook in de optocht al geboeid. Wanneer werd hij eigenlijk aan stadsprins Funs II werd gepresenteerd? Ja, de prinsenwagen wordt hier in Optochthal gemaakt door het optochtcomité. En dat wordt altijd op zaterdag voor de vastelavond, dan is er klaar. En dan wordt er officieel overgedragen tijdens een officieel moment hier in de hal met prins Funs, zijn hoogheid prins Funs. En dat is altijd een feestelijk moment, want dat is voor hem natuurlijk een complete verrassing. Want dat ziet hij, zijn wagen, pas voor de allereerste keer. Hij zal dan helemaal klaar zijn en wie gezegd, hij wordt dan daarmee verrast, denk ik. Niet alleen de wagenshow is een nieuw experiment. Een nieuw experiment is ook het buffet en een kapel Jonge Klaren. Kent wat heel dat precies in? Ja, we willen het gaat gezellig maken in de binnenstad. Vroeger over langs de route gaat cafékes, die zijn er helaas niet meer. Het concentreert zich wat cafés betreft nu een beetje op de markt. Maar die gezelligheid willen we proberen druk te brengen in de stad door een buffet te installeren bij Kleikamp voor de deur. De kapel Jonge Kloren die het Zaten Harmoniekes concours hebben gewonnen dit jaar, die gaan dat buffet bemannen, die maken daar het muziek, die maken daar het rampentem. Dat wordt een hele gezellige hoek. Daar kunnen we ook de verslaggever van de optocht bieden staan. Dus we hopen dat we door dat te doen, dat we daar het extra lui in die binnenstad gaan krijgen. Thij Wessels, wagenboer van de buurt Stijvig. Wat gaat het werken dit jaar? We maken het op het Forum. We hebben weten dat dit jaar al de receptie van de prins in het Forum is geweest. De brood is even van plan in de toekomst ook zittingen in het Forum te gaan houden. En we vonden dat een schoon idee om een wagenheuvel te maken. We zijn eigenlijk in ons dromen al een gala-première van de eerste marotte zitting in het Forum. En zeven keer heb je hier al een ereprijs. Dit jaar weer een? Nou, we gaan hier wel heel erg ons best doen. We hebben een hele grote wagen ontworpen. Heel lang, met heel veel mechanieken en figuren. We
We denken dat we volgende echt zitten thema hebben. Maar het is natuurlijk spannend, per se van een optocht. Hoeveel werken we aan zo'n wagen? We hebben op dit moment 34 actieve boers bij de groep. En dat is ongeveer de helft. Dan zijn nog een man of 15 bezig met kleier en schmink. Het repeteren van de rollen van de groep onder de optocht. Dus al met al denk ik dat er toch wel zo'n 40-50 man bezig zijn achter de schermen. Is er ook een bepaalde leeftijd dat ze aan zo'n wagen mogen gaan bouwen? Nee, bij ons is leeftijd vrij. Vooral heel veel jong kinderen bij de buurt. Anne van mijn vriendje David is nu 3. Kasper van mij is 8. En die zijn ook de afgelopen week nog aan de wagen geweest om te plakken. Dus we hebben eigenlijk geen echte restricties te vullen.